Doe nu alsof je een groot vuur blust. Ik bedoel een gigantisch vuur. Oh, zoiets? Kunt u er misschien iets meer ons in leggen? Ga uit, vuur! Ga uit! Prachtig! Misschien nu iets met de bijl. En een foto bij de paal, is dat iets? Oh, ja, dat is geweldig! Fantastisch idee! Oh, kom eraan. Is goed. Je bent zo weer terug waar je thuis hoort. We gaan beginnen, Mandy. Koppel het harnas. Doeg hoor, kleine walvis. Dank je, Tom. Komt het wel weer goed met hem, Sam? Vast wel, nu hij weer thuis is waar hij hoort. Graag gedaan, Mandy. Oké, Mandy. Laten we naar mijn huis gaan en kijken wie de meeste zeebeestjes heeft. Alsof we dat al niet weten. Wat willen jullie doen? Nou, maar ze kunnen toch niet praten, Mandy? Hoe weet jij dat nou? Dan gaan jullie terug naar waar jullie horen. Hallo? Ik ben nog steeds de winnaar, oké? Wat jij wilt! Eindelijk! Een mooie foto van de Piekepolder Brandweerbrigade. Sorry allemaal. Ik geloof dat het rolletje vol is. Maar je had er vanmorgen toch een nieuw rolletje in gedaan? Waar heb je dan allemaal foto's van gemaakt, Klaas? Ik heb foto's gemaakt van... Er is telefoon. Hallo, brandweerman Sam. Ik wilde net... Sorry, Jaap. Noodgeval. Ik breng hem straks wel weer terug. Wauw! Ik snap er niks van. Ik dacht dat wij het vandaag heel erg druk zouden krijgen. Dat is geen gepast tijdverdrijf voor een brandweerman op zijn vrije dag. Geen tijd om iets uit te leggen, commandant. Er is brand in de supermarkt van Diewertje. Brand? Werk aan de winkel. Eindelijk. Ik heb nog geen opdracht gegeven. Dit wil ik wel eens uitproberen. Gelukkig, daar ben je weer, Sam. Wauw, kijk toch eens, wat een rook. Het ruikt of er wat schroeit. Elvis, schakel de stroom uit. Oké, zo. Toch jammer dat niet alle branden zo lekker ruiken, hè, Jenny? En, heb je al je klusjes gedaan, Sam? Nee, nog niet. Maar ik heb Mark van het dak gered, een rijdende bus gestopt, Norbert uit het cement gehaald, met de skateboard helemaal naar de kazerne geskate om alarm te slaan en ik heb een brand geblust. Dus daarom hadden we hier vandaag helemaal niks te doen. Ja, Sam heeft alles opgeknapt. Ach, je weet wat ze zeggen. Een goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Sam, we hebben het er even over gehad. Omdat jij op jouw vrije dag ons geholpen hebt,
Willen we jou nu helpen? Ik schilder je voordeur, Sam. Met alle plezier. En ik doe al het strijkwerk. En Norbert hier gaat de tuin schoffelen de komende 3 maanden. Oh, mam. Dat is geweldig. Dank jullie wel. Brandweerman Sam, krijg ik nu mijn skateboard weer terug? Je skateboard. Was ik door alle opwinding vergeten. Weet je, ik ren terug naar de kazerne. Oh, help me! Ik kan niet stoppen! Zoals ik al zei, de goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Rustig, commandant. Ik kom u redden. Ja. Radar is alleen teruggekomen bij Nelly Voet. Nelly denkt dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden. Radar kennende, is dit vast ernstig. Zeg tegen Nelly dat ze radar daar houdt. We zijn er zo. Wow, dat ging net goed. Zouden die schapen misschien met het ongeval te maken hebben? Weet je ook waar Mandy en Norbert naartoe gingen, Nelly? Mandy had het over de wei. We moeten radar volgen. Ik neem de ambulance voor als er iemand gewond is. Dus van Mark. Goed gedaan, Radar. Goed gedaan. Mark, is alles goed? Oh, alles is goed, Nelly. Ik kan er alleen niet uit. Wist jij al dat die deur klemt? Oh, Mark. Oké, allemaal ruim afstand houden. Jenny, ga met de brandslang bij de bus staan voor het geval die in brandbocht vliegen. We moeten je losknippen, Mark. Jenny, pak de superkniptang. Wat is er gebeurd? Ik denk dat het iets met die loslopende schapen te maken heeft. Ja, ik heb geprobeerd om ze hun hok in te drijven. Met radar zeker. Ik zei toch, het is geen schaapshond. Weet ik. Kom, Mark. Geef me je hand. Oh, dank je, Sam. Jongen. Ik heb er toch zo'n spijt van. Ik wil de kazerne. En vertel ze over de schapen. En? Goed nieuws. Mark Voet had een ongeval, maar hij is gered. Goed gedaan, Van Radar, hè? Wat een held. Sam zei ook nog iets over loslopende schapen. Zeg, baas, mijn hik, het is over. Mark zei al dat schikken zou helpen. Oh, nee. Oh, nee, er is brand! Bel brandweerman Sam. Er is brand bij Mark Voet thuis. Ga er snel naartoe. Heeft het te maken met het kampvuur, commandant? Ik denk het wel. Ik vrees dat het te hard ging. We zouden er na het werk toch naartoe gaan, hè, baas? Ja, dus dan kan ik net zo goed meegaan, is niet? Sam!
Is het kampvuur, Mark? Nee, het is in de woonkamer. Gasmaskers op, mannen. Alles onder controle. Gelukkig was het niet erg. Dank je, Sam. Bedankt, hoor, Sam. Hoe is het eigenlijk begonnen? Het was mijn schuld. Ik legde een doek over de pompoen, zodat het op het spook van Piekepolder zou lijken. Om eerlijk te zijn, liet ik de kaars branden. Laat nooit een kaars branden als je weggaat. En leg helemaal geen doek over een vlam. Het spijt me. Het was echt geen opzet. Ik wilde alleen maar de bankmaakwedstrijd winnen. Meer niet. Het was een ongeluk, Norbert. Geen zorgen. Maar het vuur heeft wel voor een hoop rommel gezorgd. Ik maak het allemaal schoon. Ik help. Ik ook. Laten we allemaal gaan helpen. Ach, dat zou geweldig zijn. Onthoud nou eens, Norbert. Alles heeft zijn tijd en alles heeft zijn plaats. Oké, Sam. Dat beloof ik. We hebben, geloof ik, een winnaar. Zit roepen dan, want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat, brandweerman Sam. En hij is heel accuraat, brandweerman Sam. Hoe kort zijn nachtrust ook duurt, Sam is de held van de buurt.